Hey, leuk dat je kijkt. Titia van Dorpsbelang benaderde mij om voor het Dorpsbelang een nieuw logo te ontwerpen. Dit omdat het huidige logo al een tijdje over de houdbaarheiddatum heen was, om het zo maar te zeggen. Ik heb nu een nieuw logo ontworpen en wil het graag jullie laten zien. Ook laat ik zien wat de motivatie achter het logo is en hoe ik tot het ontwerp ben gekomen. Dit is dus Adobe Illustrator en hierin ontwerp ik de logo's die ik maak. Zoals je ziet, maak ik veel verschillende dingen en vind ik het ook belangrijk dat ik verschillende dingen ontwerp eerst. Ik probeer ook de ontwerpers en waarvan ik denk, ja, hier kan ik wat mee. Probeer ik te combineren en op die manier creëren vaak de creatievere ideeën, de creatievere logo's. Dus ik ben begonnen met lekker simpel de molen, de kerk, de vee en de weilanden. Daarna ben ik met de omleiding van Reduzum aan de slag gegaan. Vond ik ook zeker een leuke vorm om wat mee te proberen. De wieken van de windmolen. Ja, natuurlijk de windmolen is ook een typerend ding voor Reduzum. Hier is de skyline van Reduzum. Hier heb ik geprobeerd te combineren tot één. Hier heb ik de molen weggelaten in dit geval omdat het gewoon niet lekker uitkwam. De kerk, de brug en de woning. Ook samengevoegd tot één beeldmerk. Als ik verschillende logo's heb ontworpen, stuur ik meestal drie ontworpen logo's door naar de klant. Om daar feedback op te krijgen en om dan vervolgens weer verder te kunnen naar de tweede ontwerpfase. Het ding dat ze eigenlijk miste was echt de korenschoof. Die natuurlijk ook op de vlag van Duurzaam zit. Dat was echt wel een ding die ze wilden laten terugkomen. Dus vervolgens ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik vond dit toch ook wel een heel sterk logo. En die in combinatie met de korenschoof, daar kwam ik eigenlijk op dit uit. We hebben de brug. De wieken, de kerk, de blauwe lucht. Dus heb ik later de blauwe lucht omgezet naar de sprieten van de korenschoof, om het zo maar te zeggen. Maar toen kwam ik eigenlijk al op een ontwerp van ik dacht van, ja, dit is wel, dit heeft wel wat. vervolgens ga je daarmee stoeien van, hoe ziet het in zwart-wit uit? Is het dan nog steeds krachtig? Verschillende kleuren proberen. Hier en daar wat dingetjes weglaten. Zo proberen nog wat. Ik heb hier ook nog een hele nieuwe skyline van Reduzum gemaakt. Vond ik ook wel leuk. Komt dan in één keer in me op. Denk ik, ga ik ook nog even proberen. Is dat eigenlijk niet geworden. Uiteindelijk waren Dorpsbelang en ik het wel eens over de vorm. En dan moeten de kleuren nog komen. Dus dan ga je daarmee stoeien. En Dorpsbelang wilde eigenlijk wel blauw en geel terug laten komen. Ik heb dan verschillende tinten geprobeerd. En uiteindelijk kom ik tot een eindontwerp. En die hebben we hier. Ik vond het een hele toffe opdracht om te doen, voornamelijk omdat ik natuurlijk zelf ook reducer ben. Mocht je vragen hebben over het logo of opmerkingen, stuur me gerust een mailtje of een WhatsAppje met je vraag. Ik beantwoord ze graag. En voor nu, doei.